We beginnen bij Heracles Almelo. Die spelen tegen ADO. Ik had eigenlijk wel verwacht dat Heracles nog een ervaren verdediger zou halen. Ja, dan moeten ze er wel zijn. Hè? Dan moet je de middelen hebben. Uiteindelijk zullen ze toch ook enigszins met een scheef oog hebben gekeken naar het blijven van Kuwas en van Peterson. Want daar had je nu nog mooi wat voor kunnen verdienen. Maar zij kunnen in ieder geval hun blik nu richten op Heracles Almelo. Maar inderdaad, verdedigend, dat is de Achilleshiel van de ploeg. Dat is het hele seizoen al zo. Dus ja, en Mats Knoester is er nog niet klaar voor op dit moment. Dus ja, dat blijft nog even een zorgenkindje voor Wormoed. Ja, lastig. Wedstrijd Den Haag en dan Ajax. Ja, nou ja, goed, je weet wel dat hij een keer punten moet gaan halen weer. Hè. Kijk, tegen Ajax zijn het altijd bonuspunten als je die gaat halen. Hè. Zo simpel ligt het. Maar tegen Den Haag, ja, die komen allemaal een beetje van onderuit een beetje aanschuiven. Dus je moet nou wel af en toe eens een keer een 3 punten scoren. Dat zou wel mooi zijn om ook de rust te bewaren. Want anders dan kom je in een vervelend rijtje terecht. Ik ben echt geschrokken van Roosman, hoe die aan de bal begint al. Hij begint al meteen in paniek, alsof hij onder stroom staat als hij de bal ingespeeld krijgt. Ja, ik zou er met Wout Drosten gaan spelen. Ja, die zal ongetwijfeld zondagmiddag als respect fungeren. Maar ja, hem een keer centraal vind ik helemaal niet zo heel gek. Het voetbal begint elke keer bij Merkel. Die is zondag ook geschorst. Dus ja, er is echt wel wat aan de hand bij Heracles op dit moment. Ik denk dat Wormoed zich wel enigszins zorgen maakt. Hij liet de afgelopen weekend weten dat het niet het geval is. En dat het allemaal een beetje bij het proces van Heracles hoort. Maar ja, Merkel was toch een van zijn vaste pionnen. Hè? Want dat is de enige speler met Blaswieg die zo'n beetje alles heeft gespeeld. Maar jouw vriend, hè? Heb je hem nog gesproken? Wie? Gerard Nijkamp? Ja, die heb ik vorige week vrijdag gesproken al. Nou, maar die zal toch wel enigszins met chagrijn hebben gekeken naar deze transferwindow. Hij heeft heel goed ingekocht, hè? Ere is ere wie toekomt. Maar in de zomer hebben we dat ook gezegd over duo Leemans en Van Krooij. Nog steeds sta ik daarachter. Ja. Leemans en Van Krooij zijn op de lange termijn denk ik echt aanwinsten voor PEC Zwolle. Maar hij zal zich toch ook achter de oren hebben gekrapt, want hij heeft niks verkocht. Easy Boué is op het laatste moment niet doorgegaan. Dus ik denk dat hij wel het huishoudboekje niet helemaal op orde heeft op dit moment. Trouwens, hij is nu tweede doelman. Is dat terecht dat Mickey van der Hart gewoon doorgaat als eerste doelman? Ja, gezien de situatie. We hebben het vaker aangegeven. Hè, van een jonge keeper en als hij zich door blijft ontwikkelen in de positieve zin, dan moet je hem ook de kans geven. En hij staat er nu, nieuwe trainer en ze hebben goede resultaten gehaald. Dus nu moet hij het zelf doortrekken. En hij stond zelfverzekerd voor de camera bij ons. Ja, maar hij heeft een maar dat deed hij ook al wanneer hij 3 blunders... Ook? Ja, dus hij wordt gecoacht. Nou, ik denk dat het wel lastig kan gaan worden voor FC Twente, omdat Helmond Sport gewoon een muur er neer gaat zetten. Ja, nou ja, goed, als ze zoveel mensen ook nog missen, ook als al waren ze er allemaal bij, vind ik dat ze nog een matig elftal hebben. Maar Twente thuis, dat moet normaal geen probleem zijn. Maar dit soort tegenstanders, je moet je motiveren, maar je moet altijd zelf het laten zien weer. En de verwachtingen, je bent nu de nummer 1. Speelt ook mee, hè? Hoe ga je daar weer mee om? Maar vanavond moet je dat gewoon kunnen winnen. Ja, kan dit elftal goed een muur kapot spelen, denk je? Nou, ze hebben er wat mensen bij. Zijn die al inzetbaar allemaal? Handel wie kan spelen eventueel. Ja. Friday nog niet? Friday nog niet, is niet speelgerechtigd. Dus, maar normaal gesproken zijn genoeg kwaliteit in Twente. Hij gaat gewoon met die 11 spelen. Dus nog even de vraag of Ricardinho kan starten vanavond. Die afgelopen week tegen Almere het zeker in de eerste helft zeer verdienstelijk heeft gedaan. Paar goede voorzetten. Dus wat dat betreft gaan ze dit wel kapot spelen. En ze hebben altijd nog de standaard situaties en de individuele actie van Aitor. Dus Twente gaat dit gewoon winnen. En ja, dan is het de vraag, kunnen ze een beetje met die druk omgaan? En ik denk wel dat ze dat kunnen. Go Ahead zonder Van de Venne en zonder Gino Bos. Hoe gaan ze dat opvangen? Zeepaar gaat op het middenveld en Bliek achterin. Nou, kijk, ik ben geen fan van Bos. Dan ben ik het hele seizoen al eigenlijk niet. Ik vind het een truttige verdediger. En, ik heb daar liever Bliek staan. Het is meer van een Zeeuwse degelijkheid. Ja, van de bolus. Van de bolus. Ja. Heb je wel 2 linkspoten achterin. Dat is nou wel een nadeel in de opbouw. Vindt ook Stegenman. Maar ja, goed, dat vind ik nog niet zo'n probleem. En Zeepaar die voetbalt eigenlijk voor het eerst op zijn favoriete positie. En dan moet hij het maar laten zien. Ja. Wat denk je vanavond, Go Ahead Eindhoven? Go Ahead gaat denk ik sowieso wel winnen. Het zal niet echt met een grote uitstap. Ik vind het Eindhoven, ik heb ze weer tegen de Bos gezien. Lastig om te bespelen. Lastig. Ja, lastig. Maar kijk, die laatste paar minuten slaan ze dan toe. Maar dat is een ploeg. Die hebben 6 punten. Die staan er goed voor nu. En die denken van, we gaan naar Go Ahead toe. We gaan het eerst eens dichtspijkeren. De denk laatste 6 wedstrijden hebben ze er geloof ik 5 gewonnen. Ja. Timer van Wissel. Maar Go Ahead gaat gewoon winnen. Ik vind het mooi dat het orakel uit Almelo. Het orakel is er weer. Die zegt van, ja, het wordt lastig. Ja. Maar wel winnen. Wel winnen. Dat zeg ik. En wat zeg jij dan? Ja, wat zeg jij dan? Het orakel uit Goor, de centrale verdediger die niet truttig opbouwt. Nee. Het wordt lastig, maar ik denk dat ze wel gaan winnen. Ook al. Ja.
En waar gaan jullie vanavond naartoe? Wij gaan met z'n tweeën. Ja, ja, daar ga ik nu nog even over twijfelen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Die ga ik mee. Nee, wat gezellig. Natuurlijk gaan we naar Enschede. En Helmond. En daar verwacht ik wel een 3-0 overwinning. 3-0? Ja. Nou, hij schiet uit zijn slof. Oké.